Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilana Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te drukken, ja, zodat je natuurlijk ook meldingen krijgt als ik een video upload. Ik heb hier weer een heel bijzonder mens naast me zitten. Ja, haar naam is Els Dollander en zij doet natuurlijk zien, dus wat betekent dat? Dat je dus geen bril meer nodig hebt, dus je ogen weer zo krachtig en scherp maken dat je eigenlijk weer gewoon kan zien. En dat heet Dr. Bates methode. Effect hebben bij een bepaalde oefening. Mm-hmm. Bijvoorbeeld mensen met leesbrillen, daar is de bedoeling om dus dat spiertje mm-hmm. terug aan het werk te zetten. Is het heel goed om bijvoorbeeld ver weg en dichtbij te kijken en dat constant af te wisselen. Dus je kijkt ver weg, je kijkt dichtbij, ver weg, dichtbij. Dan nodig je dat spiertje uit om samen te trekken, te ontspannen. Ja. Samen te trekken, te ontspannen. Ja. En op die manier activeer je terug. Ja, oké. Okay. Het kroonjuweel van de Dr. Bates methode, mm-hmm. zal ik maar zeggen, dat is palmen of palmeren. Dat is ook weer een heel eenvoudige oefening. Ja. Maar dat is eigenlijk met de palmen van je handen, dus je ogen afdekken. Maar voordat je dat doet, is het belangrijk om je schouders een beetje los te maken, mm-hmm. omdat er heel veel spanning in de handen ook kunnen zitten. Okay. En dan kan je ze een beetje warm wrijven. Ik heb geen bril of iets dergelijks, maar ik doe gewoon... Ik wil het wel zo houden, hè? Ja. En het is ook bekend dat er hier in de palm van je hand, mm-hmm. dat daar energie uitkomt. Ja. En dan ga je eigenlijk zo wat kommetjes maken. Ja. En dan die over je ogen houden. Ah, en je voelt het ontspannen. Ja. En je sluit je ogen. Mm-hmm. En dan ga je aanvankelijk misschien zien dat er zo allerlei kleuren kan je zien. Maar na verloop van tijd gaat dat ook helemaal zwart worden voor je ogen. Omdat jouw optische zenuw geen informatie meer krijgt. Mm, dus, en dat is enorm ontspannend voor jouw hele visuele systeem. Het is eigenlijk pauze nu op dit moment. Mm. Er wordt niks gezien, er wordt ook niks verwerkt. En hoe zwarter je kan zien, hoe meer ontspannen jouw visuele systeem is en ook hoe beter je zal zien. Mm-hmm. Dus en Dr. Bates raadde aan om regelmatig te palmen. Dus voor mensen die veel met de computer werken en zo, is dat ook een zeer, zeer goede activiteit om te doen. Een minuutje kan al voldoende zijn. Om je ogen even een boost te geven eigenlijk. Het dekt ook heel goed hoor. Ja. Want je hebt wel eens als je ogen gewoon sluit, dat je toch nog licht ziet. Of licht verschijnt. En dan zie je nog eens rode, kleuren. Maar hier zie je helemaal niks. Ja, inderdaad. Heerlijk. Ja, het is heerlijk ontspannend. En er is één valkuil. Dat is als je bijvoorbeeld op je werk bent en je bent aan het palmen, dat je dan begint te denken aan wat je nog allemaal moet doen. En dat is natuurlijk contraproductief. Dus als je palmt, is het aangewezen om te denken aan iets wat je ontspant. Of iets wat je grappig vindt. Of een persoon die je heel graag ziet. Ja, want je wil die ogen natuurlijk steeds ontspannen hebben. En oh ja. Het is natuurlijk dus dat je continu stress op die ogen afvuurt, zeg maar. Inderdaad, ja. Ja. Er is zelfs een verhaal, nu we hier toch zo lekker aan het palmen zijn. mensen kijken daardoor. Ja, ik zou zeggen aan de mensen die dit zien, doe lekker mee. En ervaar ik zelf. Kijk, stiekem hoef jij niet of niet op stevel zo zit. Maar... Ja, ik zou zeggen aan de mensen die kijken, doe lekker mee en voel zelf hoe ontspannend het is voor je ogen en voor je visuele systeem. Als je palmt, is het ook belangrijk dat je erop let dat je rug recht is en dat je dat je niet zo in een kromme of gebogen rug zit. Dr. Bates die gaf op het eind van zijn leven ook elke maand een magazine uit. Laten we zeggen, zo'n voorloper van de nieuwsbrief die we nu hebben.
En daar heeft hij een verhaal dat iemand 20 uur aan een stuk had gepalmd. Mm-hmm. En toen hij dan terug zijn ogen open deed, zag hij scherp en helder en heeft nooit meer wazig gezien. Wauw! Ja, dit is ik dus... geloof dat echt wel. Ja, ja, ja. Dus, ik geloof dat echt wel. Ik bedoel, ja. Het is fantastisch, ja. Dus en wanneer je dan het gevoel hebt dat het genoeg is, dan is het belangrijk dat je heel langzaam terug licht toelaat. Oh, okay. En dat je ook heel goed gaat voelen wat dat licht doet met de spieren rondom je ogen. Mm-hmm. Dus als je bijvoorbeeld heel langzaam terug licht toelaat, ga dan heel goed voelen. En als je de neiging hebt om te gaan knijpen met je ogen, wil dat eigenlijk zeggen dat je te snel gaat. Dat je ogen meer tijd nodig hebben om terug aan het licht te wennen. Dus, want we zijn zo gewend om onszelf te forceren eigenlijk. En opnieuw met je eigen ogen leren zien, is eigenlijk opnieuw leren je grens te kennen. Mm-hmm. En er ook, en ook te respecteren. Ja, want je voelt het echt, als je te snel doet, ja. Dus nou, voel je dat? Dan voel je gelijk die licht, dat je echt denkt van alsof je net wakker wordt en ja. Er gelijk een lampje aangezet wordt. En dan is... knipper je je ogen terug open en dan ga je zien in veel gevallen dat je dat helderder is. Ja, als je dat ogen... is echt zo. Je hebt echt gelijk. En het ding dus is ook... doe mee. En een andere heel belangrijk principe, knipperen. Okay. Omdat dus een normaal oog, of een gezond oog, zal ik zeggen, dat knippert eigenlijk om de 2 à 3 seconden. Mm-hmm. En dat is niet... Dat is de reden. Als je oog knippert, dan gaat... eigenlijk zijn dat mini-pauzes voor jouw ogen. Mm-hmm. Dat wil dus zeggen, het moment dat je oog dicht gaat, heeft jouw optische zenuw geen input. Mm-hmm. Dan is dat dus pauze. Mm-hmm. En het gaat ook je oog bol vochtig houden. Okay. Nee, want het is ook een trigger voor je traankliertje om een traantje over je oogbol open te smeren eigenlijk. Ja, zodat je oog prettig gaat. Dus veel knipperen. Veel knipperen is de boodschap. Okay. Dus zeker... En geen bril opzetten dus waarschijnlijk. Dus hoe ga je dat doen? Hoe kan je een bril af? Daar ga ik zo dadelijk op in. Maar ik wil even nog over dat knipperen. Ja. Dus omdat mensen die veel met een beeldscherm werken, die gaan minder knipperen. Ja, je gaat staren. Ja, een beeldscherm nodigt eigenlijk uit om te staren. Mm-hmm. En dat is gewoon wetenschappelijk onderzocht dat mensen die met een beeldscherm bezig zijn, dat die maar om de 7 à 10 seconden knipperen met hun ogen. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat jouw ogen 3 keer minder pauze krijgen. Oké. Om de 2 à 3 seconden. Dus knipperen houdt in dat ze dus rust krijgen of zo? Ja, als je knippert, dus het feit van te knipperen, krijgen ze even geen informatie binnen. Mm-hmm. En dat is pauze voor jouw optische zenuw, dus jouw visuele cortex. Maar als je dus naar een beeldscherm kijkt, wordt die knipperfrequentie veel lager en knipperen de meeste mensen om de 7 à 10 seconden. Okay. Dus dat is dus dat je 3 tot 5 keer minder pauze hebt. Mm-hmm. Want het ding is, als je over het visuele systeem en je ogen praat, praten we hier over zeer kleine en subtiele spiertjes. Dus het is allemaal navenant. Mm-hmm. En dus het is... zeker een goed idee om regelmatig bewust iets te knipperen met je ogen. Oké, dus meer knipperen. Ja, om te gaan ontspannen. En dat mensen... is ook een van de oorzaken van droge ogen en branderige ogen en computerogen. Ja. Zie je? Heel interessant. Ja. Dat is inderdaad wat je... Sorry mensen, als jullie gesnurk horen, dan is het mijn hond. Die wou niet meer ergens anders zijn, die wou erbij zijn. Geen piepen. Dus snurken, hond. Ligt hier niet iemand te slapen. Maar alleen hond. Dus nog een tip. Ik zou zeggen, plak aan je beeldscherm een post-it met de boodschap knipper. Oké. Dat je steeds blijft herinneren. Dat je jezelf eraan herinnert om regelmatig te knipperen. Zeker als je met een beeldscherm werkt. Oh ja, zeer interessant. En omdat we nu toch in deze speciale tijden leven en mensen heel veel... met computers werken, ook mensen ontmoeten, Zoom-minaren en al van die toestanden volgen. Het ding is dat ogen zijn gemaakt om 3D te zien, maar een beeldscherm is 2D. Okay. Is zeer, ogen vinden dat niet leuk. Ja. Okay. Dus plaats naast jouw beeldscherm een
kleurrijk voorwerp waar je ogen graag naar kijken. Ah, okay, ja. Zodanig dat je regelmatig... Dan ga je ontspannen natuurlijk. Ja, dat je regelmatig je ogen die ontspanning geeft van 3D-zicht. Door naar dat voorwerp te kijken. En wat ook heel goed is om te doen, is regelmatig van je beeldschermen wegkijken, even in de verte. 6 meter en verder kijken. Zodat je dan toch weer kunnen ontspannen. Ja. Van die kleine trucs. Ja, inderdaad. Je hebt dat misschien zelf ook al gemerkt, dat wanneer mensen met een computer bezig zijn, dat die dat precies in dat scherm zitten. Ik merk dat bij mezelf ook, dat gebeurt mij ook nog regelmatig, dat je zo in een soort van overfocus zit en dat je eigenlijk totaal geen idee meer hebt wat er rondom jou gebeurt. Ik heb het er nog niet over gehad eigenlijk, maar zien, dat heeft twee componenten. Dat is het centraal zicht. Het is toch niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Ik moest er ook echt om lachen. Dat ik denk van, dan is die hond eindelijk weg. Begint mijn hamster. Oh, is dat die hamster? Ik dacht dat jij een hamster was. Ja, ik heb een hamster. Niet te geloven. Zeg. Die slapen toch overdag? Wat is dit hier? Oh, niet te geloven toch. Niet te geloven. Het is hier echt een dierentuin. Nou, hoop op zegen. Ja. Ja, en nu dat we dus in een tijd leven waar we heel veel met beeldschermen bezig zijn en zo. En ogen dat eigenlijk niet zo fijn vinden. Vind ik ook belangrijk om te vermelden dat wanneer je met een computer werkt, dat je dan vaak eigenlijk gaat overfocussen. Je hebt dat wel al gemerkt, misschien ook bij jezelf, dat je dan zo precies in je beeldscherm zit. En je bent dan eigenlijk vergeten wat er rondom jou gebeurt. Ja, ook telefoon, hè? Ja. Er mag bij wijze van spreken een bom ontploffen en je hebt het niet gemerkt, omdat je helemaal in die computer zit. En dat is dus eigenlijk nefast voor goed zicht. Omdat je... een goed zicht is een evenwichtig zicht. En dat wil zeggen dat er een centraal zicht is. Maar er is ook de periferie. Dus, en als je dus met een beeldscherm werkt, is het belangrijk om jezelf regelmatig erop te wijzen dat er ook nog iets is als de periferie. Dus je hebt datgene wat je ziet, waar je blik op valt. Maar daarnaast zie je eigenlijk... Niet zo, ja. Of wel, een beetje. Ja, in normale omstandigheden zie je eigenlijk ook nog alles eromheen. Bijvoorbeeld... Als je zo gewoon kijkt... Ik kijk naar jou, maar ik zie ook nog wat er bijvoorbeeld in de periferie gebeurt. Ik zie mijn handen bewegen, maar ik heb mijn focus er niet op. Dus, maar ik zie jou en ik zie jou scherp, maar mijn handen zie ik niet scherp. Die zie ik wel bewegen. En dat is de periferie. Maar wanneer je met beeldschermen bezig bent en computers, dan verlies je vaak het bewustzijn van die periferie. Hoe noem je dat? De periferie. Dus het beeld in de periferie. Okay, in de rand. Ja. En hoe kan dat dan dat je dat verliest? Omdat je focus helemaal op één punt gericht is. En je eigenlijk een soort overfocus hebt. En beeldschermen nodigen mensen uit om te gaan overfocussen. Ja, oké. Okay. Overfocussen. Ja, okay. En dan vergeet je eigenlijk... Dan heb je geen bewuste notie meer van de rand, wat er in de rand gebeurt. Dus normaal gezien, als je naar een beeldscherm kijkt, dan zie ik wat er op het beeldscherm staat. Maar ik zie ook de omgeving nog. Maar soms ben je zodanig gefocust dat je die omgeving eigenlijk bewust van bent. En dan is het goed om regelmatig jezelf eraan te herinneren om ook de periferie... om je bewust te zijn van de periferie. En je kan dat bijvoorbeeld... Ja, om je heen te blijven kijken. Ja, maar terwijl je toch wel... Aan het werk bent. Ja. Toch nog in de rand blijven kijken. Ja. En een goede oefening om die periferie te stimuleren, is bijvoorbeeld gewoon met je handen mee te gaan. Ja, want als je nu bijvoorbeeld naar een punt kijkt, en je gaat dan je handen bewegen, zie je. Ja, zonder dat je ernaar kijkt. En dat is eigenlijk, dat zijn de kegeltjes... Die beweging opvangen. En je kan daarmee spelen. Je kan, je kan bijvoorbeeld uit zo ver mogelijk gaan. En dan zien, oh ja, daar is het uit mijn periferie. Hier komen ze er weer in. En je kan ook van naar boven gaan. En dat is een hele goede oefening. Misschien dat je collega's een beetje raar gaan kijken. Nee, maar zie je niet. Het doet mij denken. Ik heb wel al van die grappige anekdotes eigenlijk. Ja, heerlijk. Ik ga er eentje vertellen.
kwam eens terug van een reis en, met de auto. En dat was best wel vermoeiend. En ik had me geparkeerd voor mijn huis. En ik dacht, oh, dat is hier eigenlijk een ideale setting. Ik ga mijn ellebogen op mijn stuur laten rusten. En ik ga even 5 minuten palmen. Ja. Dus ik zit daar op de palmen. 5 minuutjes in mijn auto voor de deur. En plots zo, klop, klop, klop. Klopt er iemand op mijn raam. Ja. En ik kijk, staat er een zwaantje. Dus, in België is een politieagent. Een zwaantje noemen ze een dat? Zwaantje noemen we dat. Ja, dat is zo'n een politieagent op de motto. Oh. Staat er een zwaantje. En ik doe mijn raam naar beneden en die vraagt, gaat het mevrouw? Ik zeg, ja, ik ben oké. Okay. Ik ben aan het palmen. Ik ben aan het palmen. Nee. En die kijkt zo naar mij, zo van, Dat is super grappig. Dus, zeg, ja, het is heel lief. Nee, denken ze dat, dat je aan het wenen bent, hè? Ja. Ik heb ook zoiets gehad, dat ik ver weg aan het kijken was, op zo'n, aan de rand van een meertje. En ik stond echt aan de rand. En ik was ver weg aan het kijken. En dan... Spelletjes aan het spelen met mijn ogen. En er komt er een mevrouw op een fiets voorbij. En die stopt en zegt... Je gaat toch niet springen, hè? Ik zeg... Nee, mevrouw. Nee, dankjewel. Dus het is ze was bang dat je gewoon zo aan het concentreren was. Dat je zo de brug af zou springen. Dat ik zou springen. Ik zeg... Nee. Dus God, op zich wel lief. Ja. Mensen zijn wel bezorgd. Ja. Dus, maar het kan dus zijn als je... dat de mensen het een beetje vreemd vinden of zo. Maar met hoe meer we zijn, hoe meer normaal het wordt. Hoe meer normaal het wordt. Dat is misschien een idee voor het nieuwe normaal. Ja, inderdaad. Regelmatig palmen. Dus ook als je met beeldschermen werkt, zeer goed om regelmatig eens... Maar dus die bril zoveel mogelijk afzetten? Wel, ook nog iets. Bijvoorbeeld, als er mensen zijn die een bril hebben voor... ver te kijken, dus die bijziend zijn, en je zit heel veel met beeldschermen bezig, dan is dat ongeveer 50-60 centimeter. Dan kan het interessant zijn om een bril aan te schaffen die corrigeert tot aan je beeldscherm. Voor bijziendheid, ja. Dus, want vaak als mensen bijvoorbeeld -2 dioptrieën hebben, dan kunnen zij perfect scherp en helder zien op het beeldscherm. En een bril enkel gebruiken voor ver weg te kijken. Ja. Dus zoveel mogelijk, maar dan afzetten, hoe ga je trainen anders? Ja, dus als je de activiteitjes doet, is het altijd zonder bril of lenzen. Nu, mensen die lenzen hebben en die bijvoorbeeld met beeldschermen werken, dat is natuurlijk een gedoe om die dan in en uit te doen. Dan kan je uiteraard met je lenzen doen, maar... Het beste resultaat ga je natuurlijk hebben als je je lenzen of je bril afzet. Ja, want dan ga je het ons genezen, want dan ga je nooit achterkomen. Ja, en dan ga je ook kunnen zien wat het verschil is. Mm. En hoe kom je daar dan achter? Moet je het eigenlijk van tevoren eventjes naar zo'n opticien om jouw oog op dat moment te meten, waar je op dat moment staat, en dan een maand later te kijken van, zijn ze verbeterd? Dat kan, maar dat hoeft niet. Bijvoorbeeld zo'n eye chart, zo'n letterkaart afprinten en die ergens ophangen. En dan, je hangt ze op, op een afstand dat je zonder je bril bijvoorbeeld de eerste 2 rijen scherp en helder ziet. Dat de 3e rij een beetje wazig is. En dat dan dat ook de onderste rij bijvoorbeeld zeer onscherp of dat je zelfs niet ziet dat er een is. En als je dan die activiteitjes doet, kan je bijvoorbeeld na het palmen bijvoorbeeld, kan je dan je ogen rustig openknipperen en... dan kan het best zijn dat je bijvoorbeeld de 3e rij ineens ziet. Dat je die dan toch ziet. Dan weet je gewoon dat er verbetering in zit. Dan weet je dat er verbetering in zit. Want je moet jezelf wel kunnen motiveren natuurlijk. Hè? Ja. We moeten wel dan toch die prestatie dat we iets hebben bereikt. Ja. Het is voornamelijk heel belangrijk dat als je het doet, dat je er plezier aan beleeft. Ja. Als het bijvoorbeeld, ik merk dat ook vaak met mensen die dan persoonlijke sessies volgen, die dan heel hard gefocust zijn op dat resultaat. Maar zo werkt het dus niet. Nee, want dan ga je weer knijpen. Ja, en dan zet je jezelf onder druk. Ja. Voor resultaat. Ja. Het is een beetje dubbel eigenlijk, want enerzijds doe je die activiteit natuurlijk om resultaat te hebben, maar de weg
ernaar is belangrijker dan het resultaat zelf. Zeker in onze maatschappij, omdat we zodanig getraind zijn van kleins af aan om in de prestatie te gaan. Ja. Een bril is eigenlijk een vorm van learned helplessness. Dat is een term uit de psychologie, maar je wordt eigenlijk systematisch geleerd om afhankelijk te zijn van je bril. Ja. En als je beslist van nee, ik wil het met mijn eigen ogen gaan zien, is het eigenlijk het terugclaimen van het vertrouwen in jouw ogen en in jezelf. Ja. Ik heb daarnet, of in de vorige keer gezegd, dat I is ik en mijn ogen. Ja. Het is echt de, ik zal haast durven zeggen, je eigen soevereiniteit claimen met jouw ogen ook. Ja, je eigen organen terugclaimen. Want het is eigenlijk ook niet verwonderlijk dat er nu net in deze tijd zoveel visuele problemen zijn. Omdat bijvoorbeeld bij indigenous people, dat die hebben dat niet. Die hebben geen bril. Maar die mensen leven werkelijk in eenheid met de natuur. Natuur. Ja, zeg maar tribes of stammen en andere in de jungle of zo, die hebben dat niet. Die hebben dat niet. Maar het feit dat brillen eigenlijk in onze maatschappij omnipotent aanwezig zijn, is gewoon een teken dat wij heel ver van onze natuur en onze eigen natuur verwijderd zijn. Ja. Dus in die zin gaat je bril je ook terug. Het is ook een vorm van zelfzorg. Dat is ook zo'n term die tegenwoordig hip is, zelfzorg. Ja. Maar eigenlijk, die activiteiten doen van de Dr. Bates-methode, is een vorm van zelfzorg ook. En dat is natuurlijk ook, het is onbegrijpelijk eigenlijk, de tijd waar we ook allemaal in zitten. Ik bedoel, in de jungle heb je natuurlijk niet een computer en een telefoon waar je gewoon 8 uur achter elkaar aan zit te staren. Misschien sommige mensen 24 uur. Ja. Heel staren. Dat is het enige wat je doet eigenlijk. En ja, dat is toch eigenlijk te bizar voor woorden. Dus, en je ogen draaien en zo, heeft dat ook een functie? Dus als je veel stretcht of zo met je ogen, dat had ik ook wel eens gehoord. Mensen dat doen en dat dat belangrijk is. Je kan, dat zijn ook activiteiten die je kan doen. Bijvoorbeeld als mensen astigmatisme hebben. Wat was astigmatisme? Astigmatisme is zo die warp, zo'n zo'n deuk in het hoornvlies. Ja, dat kan dus horizontaal, verticaal of schuin zijn. Ja. En bijvoorbeeld als je met je ogen gaat draaien, je kan je ogen in een cirkel draaien. Hè, en dan kan je op bepaalde plekken duidelijk de spanning voelen. Ja, dat voel ik hoor. Dat kan je voelen. Links, helemaal links gaan of zo, dan voel ik echt wel hier een beetje een soort pijn wat je dan voelt. Ja. Dus, dan helemaal rechts, dan gaat gaat makkelijker, maar links, en wat is dat? Dat kan zijn dat daar een beetje spanning of stress zit. Op zich hoeft dat niet altijd meteen een invloed te hebben op jouw zicht. Maar het is goed om met die ogen te bewegen, om die spanning en bijvoorbeeld dan in die spanning te gaan zitten en het los te laten bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk ook belangrijk om gewoon zacht te zijn. Lief voor jezelf. En lief voor jezelf. Ja. Want hard met onszelf zijn we doffies. Dat willen we niet meer. We willen eigenlijk net een beetje zachter met gekoesterd worden. Koestering is eigenlijk ook een heel belangrijk woord wat jij gebruikt. Ja. Want dat heeft ook wel met die veiligheid te maken. Ja. Het is, eigenlijk, ogen zijn vaak ook een beetje als kinderen. En die gedragen zich ook een beetje als kinderen eigenlijk. Dus als een kind valt, dan ga je ook niet zeggen, zeg, je weet geval. Nee, ga kijken of je bij je dan. Kusje. Eigenlijk is dat ook een beetje met je ogen. Ja. Als je bijvoorbeeld niet scherp en helder zien. Wat er heel vaak ook mentaal speelt, is negatieve gedachten met betrekking tot jouw zicht. Okay. Als mensen zelfkritiek. Zelfkritiek, ja. Dus het is ook belangrijk om daar bewust van te worden. En eigenlijk meer te zeggen, wauw, wat kan ik nog allemaal zien zonder mijn bril, zonder mijn lenzen? Ja. Ik kan eigenlijk nog heel veel zien. Ik kan vormen zien, ik kan kleuren zien. Ik kan verschillen in lichtintensiteit zien. Ik kan 3D zien. Er is zoveel meer dan alleen scherp en helder zien. Focus, maar dat je gewoon echt om je heen kijkt in het nu. Ja.
Hè? In plaats van, je hebt heel vaak dat je kijkt, dan zit je in gedachten. Ja, ja. Eigenlijk, dus wanneer je wazig zit, wil dat eigenlijk zeggen dat jouw brein ergens anders is. Mm-hmm. Maar niet daar waar je ogen naar kijken. Precies. Ja, precies. Ja. Want dan zit je eigenlijk zit je te kijken, dan weet je eigenlijk niet eens waar je kijkt. Dus, want dat is nog een heel belangrijk principe van de Dr. Bates methode. Dat is centrale fixatie. Mm-hmm. En dat is, dus wat je net komt te zeggen, dat je kan maar om naar één ding tegelijkertijd kijken. Mm-hmm. Een ander belangrijk aspect van natuurlijk zien is die centrale fixatie. Mm-hmm. Je kan dus eigenlijk maar één ding tegelijkertijd scherp en helder zien. Mm-hmm. Dus als je naar die ballon kijkt, dan ga je die niet in zijn totaliteit scherp en helder kunnen zien. Je gaat maar één aspect. Ja, klopt. En als je nu jezelf forceert en die probeert in één keer scherp en helder te zien, dan ga je zien dat dan een enorme druk hier op je derde oog. Klopt, op je derde oog. Op je derde oog. Ja, ja, inderdaad. En dat is enorm. En eigenlijk, mensen die wazig zien, die hebben die voeling niet meer met die druk. Die hebben het constant, die druk, maar je voelt het niet. Want dat is om knettergek te worden. Ja, dat snap ik. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Dus en een belangrijke techniek is eigenlijk ook... dus, van, dus je moet hem rondom zien gewoon. Ja, dus dat je, als je al last hebt van waas, dat je met je blik rondom de ballon gaat, dat je verspringt van één punt naar het andere punt. Kijk je bijvoorbeeld naar een letter, ik zeg zo maar iets. Ja, analyseert hem. E, dan ga je, je kan bijvoorbeeld een denkbeeldig potlood op je neus zetten die tot aan de letter gaat. En dan kan je alle hoeken tellen van de E. En dan verspringt jouw blik naar die tijd. Terwijl iemand die wazig ziet, die wil die één in één keer tegelijkertijd zien. Mm-hmm. Maar dat kan niet. Dat kan technisch niet. Hè? Mm-hmm. En als je dat toch doet, creëer je enorm veel stress. Mm-hmm. Want als je nu bijvoorbeeld in één keer naar die ballon wil kijken, je krijgt niet alleen veel druk op je derde oog, maar je gaat ook merken dat je niet meer ademt. Ja, 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 want je bent aan het concentreren. Ja, ja, en je gaat dat ook dat beginnen oppervlakkig ademen. Ja, klopt. Je moet gewoon blijven ademen. Ja. En dus, gewoon zelf tijd geven, rust. Ja, rustig, alles knipperen en dus verspringen van punt naar punt. Mm-hmm. Jouw ogen staan eigenlijk nooit stil. Mm-hmm. En op het moment dat je begint te staren, dan creëer je waas. Ja, 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 dat is eigenlijk ook de boodschap van Dr. Bates. Dus, en een van de technieken is dus ook een denkbeeldig neuspotlood, dat eigenlijk een soort magisch potlood is. Dat, dat wordt lang en kort, al naar gelang datgene waar je naar kijkt. Kijk je naar iets ver weg, dan ga je met de tip van het potlood dat punt kijken of aanraken. Okay. En dan, dus je houdt iets in je hand, dus ik heb dit potloodje en dan doe je dit. Of wat? Ja, je kan bijvoorbeeld... Ja, eigenlijk is het zo'n beetje van... je doet een denk... Ah, ja, omdat als je doet het visualiseren. Ja, je visualiseert een potlood op je neus. Ja. En, of een veer. En met die veer raak je alles aan. En op die manier ga je eigenlijk jouw blik fixeren op één punt. Want je kan dan maar één punt tegelijkertijd zien. Mm-hmm. Maar je blijft wel constant in beweging. Ja. Dus... dat helpt ook om de waas te verminderen. Te verminderen. Ja, want het gaat alleen maar om die ontspanning. Dus ja, want uiteindelijk naar één punt tegelijkertijd kijken is heel ontspannend voor je. Ja, 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 ja. Maar tegelijkertijd in beweging blijven. Want als je dan naar één punt staart, dan is het natuurlijk... dat is ook niet de bedoeling. Nee. Ogen zijn constant in beweging. Je moet blijven bewegen dus met je ogen. Ja. Want dan gebruik je die lenzen. Ja. Ja. Ja, dus dat... het is een zeer wonderbaarlijk proces dat gebeurt om dus de lichtstralen en de informatie van de buitenwereld op die macula te laten vallen. Ja. Dus op de fovea centralis, dat punt in jouw oog dat scherp en helder kan zien. Ja, 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 ja. En als je bijvoorbeeld alles tegelijkertijd wil zien, dan ga je ook een deel van de informatie projecteren op buiten de fovea centralis, maar dat kan je niet zien. Dus het is eigenlijk een fout gebruik van je ogen. Ja, interessant, hè? Ja. En een rasterbril. Hè? Ik heb je die bij. Ja, 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 ja. Kijk, want hiermee oefen je dus. Dat is een bril met allemaal gaatjes erin. Ik zal hem zo wat dichterbij laten zien. Ja. Ja, het ziet er heel grappig uit. Het lijkt een zonnebril, hè? Maar... het lijkt een zonnebril, maar het is dus geen zonnebril. En die rasterbril... effectief, dat gaat je ook helpen om te centraliseren. Mm-hmm.
Omdat je kan maar door één gaatje tegelijkertijd kijken. Dus je blijft gefocust. Je blijft gefocust en je kan niet anders dan bewegen. Oké. Om goed te kijken. Dus je kijkt door één gaatje en je beweegt tegelijkertijd. Ah. Waardoor dat je scherp en helder ziet. Ja, en daardoor ga je dus ook niet die hele ballon willen zien. Ja. Maar ga je inderdaad gefixeerd kijken op de plekken waar het moet. Ja, om je kan eigenlijk ook niet de hele ballon zien met een rasterbeeld. Allee, een rasterbril, dat is zeer lastig. Mag ik even spreken? Ja, zeker. Nou, kijk, dit is dus een rasterbril. Ik weet niet of je het... Ja, zien jullie het? Dan kunnen jullie mij een beetje doorzichtig door de bril heen zien. Er zitten dus allemaal gaatjes zitten daar dus in. En daarmee leer je dus fixeren, hè? Ja, dat helpt. Het is een hulpmiddel om centrale fixatie te doen. Inderdaad, want je gaat echt vanzelf met je hoofd van links naar rechts. Ja. Het nodigt je echt uit om te bewegen. En bewegen is ook... En je kan er heel goed doorheen kijken. Ja. Want heel veel mensen, en mijn moeder hierbij ook, heeft heel veel baat gehad bij een rasterbril. Ja. En ze zegt, dit werkt eigenlijk net als een bril. Ja, maar het voordeel is dat dus... ik ga er een oog weer bij nemen. Ja. Ballon oog. Dus het ding is... Dat als dus... Ik voel het ook gelijk in mijn oog, in mijn derde oog. Ja. Is dat normaal? Ja. Als ik hier doorheen kijk, dan voel ik hier een hele kriebel. Ja, dat kan. Ja. Apart. Ja. Dus, want het ding is dat je dus geen glas op sterkte voor jouw oog zet. Jouw oog, dus als bijvoorbeeld je oogspieren dit doen met je oogbol, en je zet er een glas op sterkte voor, dan kan het niet bewegen. Je zet alles vast. Ja, maar met de rasterbril, dat is geen sterkte. Nee. Dus als je dan ontspanning bereikt, dan kan jouw oog zich ontspannen. Ja. Maar dat kan niet met een bril op sterkte, dan kan je oog niet ontspannen. Nee, want je blijft continu. Want je blijft onder die druk staan. Oh. Maar met een rasterbril is dat niet zo. Was er nog een techniek wat ik had gehoord van mijn moeder, die zei dat je steeds mee moet gaan met een vinger of zo. Ja, dat is zwaaien. Ze zal het waarschijnlijk dan hebben over de swing, het zwaaien. Dat is ook een techniek, een van de basistechnieken van de Dr. Bates methode. Omdat dus, dat ook een hele goede techniek is om het staren te doorbreken. En alles in het universum is in beweging. Dus ook alles wat je ziet is eigenlijk altijd constant in beweging. Maar als je staart, merk je dat niet meer op. En de swing doe je normaal in rechtstand. Maar je kan het ook op je stoel doen. En dan om de beweging te zien, kan je bijvoorbeeld je blik fixeren op je duim. En dan van links naar rechts draaien. En dan ga je zien. En dan gestrekte arm? Of ja, mag gestrekt of mag niet uit. Al naar gelang de plaats die je hebt. En als je zo met je vinger heen en weer gaat, dan zal je zien dat de achtergrond een beweging maakt. Ja. En gaat de achtergrond mee met de vingerbeweging van je duim, of is het de tegenovergestelde beweging? Tegenovergestelde. Ja. Dus eigenlijk alles heeft een tegenovergestelde beweging. Tegen het raas. Ja. Dan de beweging die jij maakt. En als je bijvoorbeeld gaat wandelen, dan is dat eigenlijk gemakkelijk om daarop te letten dat alles beweegt in het universum. Want ik voel het wel al als ik dit doe. Ik voel het hier bij mijn kruinoppervlakte of zo. Ja. Dus, en je kan dan ook je ogen sluiten en dan de tegenovergestelde beweging visualiseren. Dat is ook heel krachtig. Terwijl je dat doet, is dat... Oh ja, dat is als mijn duim naar links gaat, ga ik naar rechts of zo. Ja, als je duim naar rechts gaat, dan gaat eigenlijk het interieur naar links. En ja. Omgekeerd. Ja, klopt, dat voel ik. Ja. Knap, hè? Ik krijg van visualisatie, dat we eigenlijk gewoon kijken met ons hersenen. Ja. Ja, ja, dus eigenlijk kijken we helemaal niet met de ogen. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld je duim weglaten en blijven swingen. En dan kan je die beweging ook nog zien, maar minder duidelijk. Klopt. Is wat moeilijk. Ja, het is iets met een grotere uitdaging. Ja. Dus, maar je ziet de beweging wel. Ik zie alleen de achtergrond. Ik zie de duim niet meer. Ja. Oh, wacht, en als je nu opent, heb ik die duim. Ja. Kan je ook de beweging zien? Het gaat zo. Ja. 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 Klopt. Ja.
Dus en die tegenovergestelde beweging is heel, hoe beter dat je daar bewust van bent, hoe beter voor je zicht eigenlijk. Mm. Ja. Dus en je kan die beweging laten vertrekken vanuit je heupen, mm-hmm, als je op je stoel zit. En eigenlijk kan je dan ook bijvoorbeeld denken, wat doet een moeder als een baby huilt of gaat een biechen? Ja. En wat ik dan graag doe, dat is dan denken van, oké, ik ben mijn innerlijk kind aan het biechen. Ja. Want ja, uiteindelijk is mijn innerlijk kind zeer gekwetst en heeft dat koestering, mm-hmm, nodig en ook heeft het nood aan zich veilig voelen. En door te biechen, geef je die veiligheid. Want je ziet ook dat je springt met, ja, je ogen. En dan je ogen gaan, dus inderdaad, die tegenovergestelde beweging opmerken. Ja. Ja. En dat is ook eigenlijk een zeer goede activiteit om te doen, bijvoorbeeld vlak voor je gaat slapen. Mm-hmm. Mensen rapporteren dan dat ze beter slapen. Mm-hmm. Want ze hebben heel veel, op zich is dat niet opmerkelijk, maar veel van de activiteiten van de beachmethode zijn ook bevorderlijk voor een goede nacht. Oké, okay. Ja. Ja, dus als je eigenlijk die aandacht dus weer in je ogen geeft, hè, dus door die technieken die we net hebben gedaan, dan treedt vanzelf die genezing in. In principe wel, want uiteindelijk als jouw lichaam een symptoom geeft, hè, waas is een symptoom, mm-hmm, net zoals dat pijn een symptoom is. Mm-hmm. Dus als we hoofdpijn hebben of we hebben buikpijn of ergens ons lichaam heeft pijn, wil ons lichaam ons iets vertellen. Mm-hmm. Dat er iets is waardoor we niet in lijn staan met het leven. Mm-hmm. Dus als we dan kiezen om terug incongruent te zijn met onze natuur en met de natuur, mm-hmm, dan heeft dat symptoom geen nut meer. Ja, en dan verdwijnt dat vanzelf. Ja. Dus ik kan niet zeggen, van ik doe die oefeningen en mijn symptoom gaat verdwijnen. Mm-hmm. Nee, want dat hangt ervan af. Ja. Het is echt de bedoeling om terug, dankzij die oefeningen, dus die zelfzorg te doen, ja, en jouw innerlijke balans, mm, jouw balans terug, ja, te vinden. Dus de meeste mensen werkt het wel, als je het met de kennis van wat jij net allemaal verteld hebt, want jij bent ook van je bril af. Ja. Ja. Mm-hmm. Dus het kan. Ja, het er zijn kan. Mensen dus die ook van cataract en van alles nog wat gewoon af kunnen komen als ze dit, ja, begrijpen en ook, ja, het is uiteindelijk, ja, uiteindelijk, niemand geneest iemand anders. Je, mm-hmm, gaat altijd jezelf genezen. Ja. Ja. Wat dat iemand kan doen, is wel het veld neerzetten om dat zelfgenezend vermogen, mm, te stimuleren. Mm. En dat is wat ik doe. Mm-hmm. Dat is de tools aanreiken, mm-hmm, om het zelfgenezend vermogen binnen iemand, mm, te stimuleren. Ja, 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 zodanig, ja, dat het symptoom dat wijst op een disbalans, mm-hmm, kan verdwijnen. Mm-hmm. Maar ik kan niet voor iemand anders de activiteiten doen. Nee, iemand moet dat zelf doen. Voilà, als iemand, ja, zelf, ja, de, hè, zoals je net aangaf, en er zijn natuurlijk nog talloze technieken, mm-hmm, hè, die je kunt doen om je ogen dus te genezen. Mm. Ja, dan moet je natuurlijk met volle aandacht moet je daar zelf mee aan de slag, om te begrijpen. Ja. Voor hetzelfde geld snap je het al direct en, ja, en heb je het helemaal, heb je niet eens techniek nodig, dat kan ook zomaar. Hè? Ja. Dat je het licht ziet. Ja, ja, dat gebeurt. Ja. En dat het in één klap ontspant, omdat, ja, je denkt, hey, verrek, ik heb heel die, ja, bril niet nodig, dat is me gewoon wijs gemaakt, ja, en ik genees mijn ogen vanaf nu. Ja. En je hebt natuurlijk ook voedingsmiddelen die zouden, ja, kunnen helpen om toch het stofje te stimuleren, misschien om te ontspannen voor jezelf. Ja. Of in die technieken die je aangeeft en het ja, vooral de logica die erachter zit, mm-hmm, hè, dat alles een oorzaak en gevolg heeft. Mm-hmm. En als je de oorzaak aanpakt, dan verdwijnt, ja, het gevolg. Ja. Het is helemaal anders, maar we zijn ook opgevoed van, oh, ik heb hoofdpijn, pilletje, ja, hoofdpijn verdoven. Ja. Dus we zijn enorm goed, ja, in het negeren, het minimaliseren, het weglachen, het wegsnijden, mm-hmm, van alles met symptomen, mm-hmm, maar er niet mee aan de slag gaan. Ja. En dat is vaak een valkuil. Ja, ja, want er, ja, zijn mensen die dan zeggen van, ja, maar dat werkt niet bij mij. Maar als je dus ook de Bates-methode gaat toepassen als een pilletje, mm-hmm, of als een bril, dan gaat het niet werken. Nee, nee. Het is echt een andere mindset. Ja, ja, en ja, ik kan me ook best inbeelden dat het niet voor iedereen gegeven is, mm-hmm, om dit te doen. Maar
met hetgeen wat ik doe, wil ik voornamelijk de mensen informeren dat dat ook mogelijk is. Want ik merk dat heel vaak mensen niet weten dat dit kan. En dat er automatisch overgegaan wordt tot het dragen van een bril, of lenzen of laseren. En dan ben ik daar om te zeggen, joh, er is nog een andere manier. En dan is het nog altijd aan de mens zelf om te beslissen. Als iemand dan toch zijn ogen wil lezen, no problem. Ja, iedereen maakt zijn eigen keuzes en beslissingen. En dit is natuurlijk de meest natuurlijke, beste keuze die er is. Ja. Maar voor mezelf kan ik niet anders dan dit pad bewandelen. Ja. Omdat dat een pad is die mij tot hiertoe al enorm veel vreugde... Ja. De vreugde die je ervaart om terug opnieuw met je eigen ogen scherp en helder te zien, dat is onbeschrijfbaar. Ja, dat lijkt mij vooral als je vanaf je zevende een bril hebt gehad. Ja. En wanneer ben je hiermee begonnen met deze methode? Toen je ineens brilvrij was? Ik ben dus in 2009 ben ik dan bij Thomas Quackenbush in de leer gegaan. En dat was nog zoiets, dat pad naar helder zicht, dat is met ups en downs. Dan heb je... Helderziend, dat is het naam. De naam dat gaat met ups en downs. Dan gaat dat eens goed vooruit, bij wijze van spreken. En dan ineens heb je weer een terugval. Ja. Om dat zicht... is constant in verandering. En sommige dingen zijn gewoon een grote uitdaging. We zijn allemaal mensen, we zitten soms allemaal vast in ons slachtoffer. Het is vaak gemakkelijk gezegd van, ik vergeef die persoon. Of maar het zit vaak nog in je lichaam opgeslagen. Dus dat je het zelf niet onder controle hebt. Dus, maar in ieder geval, ik kan voor mezelf geen ander pad. Dus je was van 2009 was je mee begonnen? Ja. En toen ging je ineens beter zien? Ja, dat is heel geleidelijk. Dat gaat met ups en downs. Ja. Dus, en wanneer zet je nu af en gebruik je hem nooit meer? Ik denk, dat is een heel goede vraag. Wanneer heb je zoveel zelfvertrouwen gekregen dat je hem gewoon dacht van... 2012, 2013. Zo, wat geweldig. Yes. En de opticien, ben je daar nog eens langs gegaan? Dat je liet zien van, ik kan kijken zonder bril? Nee, ik ben wel eens bij de oogarts langs geweest. Mm-hmm. En zij was een beetje verbaasd. Ze kon ook het astigmatisme met mijn ogen niet meer terugvinden. Wat fantastisch. Ja. Dat was toch een cilinder van min 2 in mijn linkeroog en min 1,75 in mijn linkeroog. Mm-hmm. En ik heb het daar nog eens gevraagd. Zeg, ik heb dus geen astigmatisme dan meer. Nee. Je kunt er dan niet bij met een hoofd, volgens mij. Dat was wel aangenaam. Ja, dat snap ik. Ja. Wat leuk. Mm-hmm. En gaan ze dan iets vragen aan jou, hoe je dat hebt gedaan? Of, ze kijken gewoon heel raar. Die kunnen dat niet verklaren natuurlijk. Nee, maar en dan verkopen ze ook niks meer. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Ja, dan moeten ze maar weer nieuw werk gaan zoeken. Er is nog genoeg wat je wel kan. Ik hoop dat ik ergens toch wat duidelijk of helderheid gecreëerd heb. Hoe dat zieproces volgens de Dr. Bates methode werkt. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere activiteiten en technieken, maar ik denk toch dat we de belangrijkste, bewegen en ontspannen. Wil je nog meer activiteiten leren of wil je hier meer van weten, dan zou ik zeggen ga naar Els. Ik heb een YouTube kanaal nog. Ze heeft ook nog een YouTube kanaal. Alle gegevens zal ik in de beschrijving onder de video doen. En neem contact op met Els als je van je bril af wilt. Want hier zit gewoon de oplossing. Absoluut. Die oplossing moet je natuurlijk zelf door de deur heen wandelen. Iemand kan je de deur laten zien, maar je moet er zelf doorheen wandelen. Maar het is gewoon fantastisch, Els. Wat er allemaal mogelijk is. En wat ik al zeg, mijn eigen moeder is het levende bewijs. Zij heeft ook helemaal nooit meer een leesbril nodig gehad. Ze kan alles weer zien. En dus ik zou zeggen, neem contact op of doe technieken die we net, doe niet. Je kan alvast starten met een paar van deze technieken. Ja, en probeer het gewoon. Ja. Ja.
vooral voor jezelf uitmaken van, maakt het een verschil uit? Ja. En hoe zit het dan met mensen, sorry dat ik weer begin met iets, maar mensen die helemaal blind zijn? Mensen die helemaal blind zijn, ik denk dan dus aan Meijer Schneider, hè? Mm-hmm. Dus die dan uiteindelijk zijn rijbewijs zonder restricties heeft kunnen behalen mm-hmm. en nu onlangs weer verlengd heeft. Mm-hmm. Het ding is, hij zegt altijd, kijk, mensen die blind zijn, die worden geleerd om niet te zien, niet te kijken. Mm-hmm. Ja. Dus, en dan gaan we het weer hebben over dat principe van centrale fixatie. Mm-hmm. Die worden geleerd om in het ijle te kijken. Mm. En voornamelijk een andere zintuigen te gebruiken. Mm. Maar het is echt afhankelijk van wat precies de oorzaak is van die blindheid. Hij werkt ook bijvoorbeeld in eerste instantie, kunnen mensen vaak gewoon licht en donker mm-hmm. al beginnen onderscheiden. Mm-hmm. Schakeringen in, mm-hmm. in licht en donker, mm-hmm. dat is al een begin. Mm-hmm. Dus dat is wel speciaal. Allee, dat is meer, wel in gespecialiseerde mm-hmm. wijze van spreken. Mm-hmm. Maar in ieder geval, zelfs mensen die blind zijn, er zijn mensen die effectief terug een bepaalde gezichtsscherpte kunnen mm-hmm. terugkrijgen, mm-hmm. doordat ze opnieuw leren hun hetgene wat er is te gebruiken. En zoals ik eerder zei, zin gebeurt in uw visuele cortex. Mm-hmm. Uw ogen eigenlijk zijn... En natuurlijk die traumatische ervaring. Bijvoorbeeld, ja, het kan ook in familielijnen voorkomen. Ja, of zo geboren worden inderdaad. Ja. Want je hebt dan zo'n film van Ray Charles. En die, zijn broertje die viel in het water. Ja. En verbrandde levendig, want het was heet water. Ja. En die gebeurtenis heeft hij zien gebeuren, kon het kind niet redden. En toen daarna is hij blind geworden. Ja. Dus dat heeft natuurlijk met een shock, een impact, een traumatische ervaring te maken. Waardoor je dus dingen niet meer hebt willen zien. Want het was natuurlijk vreselijk voor die jongen om zijn eigen broertje te zien overlijden. Ja. Dus ja, dat is heel logisch wat jij vertelt, die traumatische ervaringen. En hij heeft eigenlijk zichzelf het zicht ontnomen. Ja, inderdaad. Ja. Dat dan ook, ik kan dat natuurlijk niet zeggen voor die ziel, maar ik vermoed dat ergens ook mijn schuldgevoel is. Ja, natuurlijk. Heel veel schuldgevoel, dus die je niet meer wil zien. Ja. Dus, Dat voel maar je ook dus als je eraan denkt. Ja, het is dus niet ondenkbaar dat mocht hij dat trauma kunnen healen, dat hij terug kan leren zien. Ja. Ja, inderdaad. Dat is mogelijk. Ja. Ja. Dus, en het kan ook zo zijn dat er bijvoorbeeld in een familielijn bepaalde mm-hmm. traumatische gebeurtenissen gebeurd zijn, mm-hmm. waardoor dat een kind bijvoorbeeld blind geboren wordt of zo. Dat kan ook. Nou Els, ik wil je hartelijk bedanken voor de komst helemaal vanuit België. En met al jouw prachtige informatie en jouw kennis en je kunde. Nou, lieve mensen, willen jullie van jullie bril af, ik zal zeggen, neem contact op met Els. Ik zal alle contactgegevens in de beschrijving onder de video zetten. En probeer gewoon de technieken, de spelletjes, de spelletjes van wat we hier net allemaal hebben zitten vertellen. Mm-hmm. Nou Els, dankjewel. Jij ook heel hartelijk bedankt. Ik vond het super dat ik hier mocht komen vertellen over hoe dat je... Peter kan leren ze mee eigen ogen. Ja. Zonder een bril en zonder lens. Ja, je bent het levende bewijs. Want je eigen ogen heb je ook genezen. Mijn moeder is levende bewijs. En vast alle mensen die jij geholpen hebt zijn het levende bewijs. Ja. Dus ik ben helemaal gelukkig met deze informatie. Nou, jullie... Jullie ook hartstikke bedankt. Jullie ook hartstikke bedankt voor het kijken. Jullie ook hartstikke bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag terug. Tot volgende week. Doei!